Ik ben Luca en ik ben de cameravrouw. Ik ben Sarah en ik ben de interviewster. Ik ben Biko en ik ben de cameraman. Ik ben X en ik ben de fotograaf. Ik ben Maya en ik ben een interviewster. Vandaag krijgen we les om nog betere reporters te worden. Ik wil filmen. Maar verslaggever is ook heel leuk om te doen hoor. Weten jullie wat een reportage is? Goed. Zou je goed in taal moeten zijn? Ja. Ja. Altijd alles wat er over sport in de krant staat, ik lees alles. Een heel belangrijk iets ook voor internettelevisie, een heel belangrijk verschil. Het is goedkoop. Zeg dan, ben je er klaar voor? Ja. Wat vind je leuk aan dit beroep? Wat vind je leuk aan dit beroep? Het leukste vind ik aan dit beroep dat het elke dag weer anders is. Dat het nooit saai is. Waarom heb je dit beroep gekozen? Ik heb dit beroep gekozen omdat mijn vader ook dit beroep doet. En ik mocht vroeger, toen ik klein was, altijd met hem mee. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht, dat wil ik later ook worden. Maar goed toch? Je hebt al twee vragen gesteld en twee antwoorden. En dan gaat de tijd lopen. En dan kan je interviewen beginnen. Ja. Mochten jullie zo meteen buiten draaien? Dan gaan we oefenen. Dan ga ik hier achter zitten. En dan doe ik net alsof ik John van Rotten ben of Raymond Sluiter. Nou, hartelijk welkom op deze persconferentie van mij, John van Rotten en Raymond Sluiter. Die hiernaast zit. Oké. Klein talent. Oké, Raymond, hoe heb je vader mij leren kennen? Wij komen allebei uit Rotterdam. En zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. Wel eens van die sportverkiezingen, van sportman, sportvrouw van het jaar van Rotterdam. Ja, zo zijn wij in contact gekomen. Ik heb ook gewoon een vraag eigenlijk. Heel leuk! We hebben veel geleerd. We hebben ook Barbara Barend ontmoet. Ja? Heb je veel geleerd? Ja, heel veel. We hebben heel veel geleerd, dat vond ik leuk. En ik weet nu ook hoe ik beter een reportervrouw moet worden. Ik vond het echt heel leuk en we hebben super veel geleerd. Ik zou het wel nog een keer willen doen. Check onze haai van Teleblik. Kan je ook een reporterworkshop doen? Dat kan hier. Bij Beeld en Geluid. www.beeldengeluid.nl